iedereen kan haken. We gaan vandaag een muts haken en dit is die. Dit is de wafelmuts en ik wil hem eigenlijk ook heel makkelijk uitproberen te leggen aan jullie. Ik heb hier nog één gemaakt, zie je? Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken, de duimpjes omhoog. Kijk, en abonneren, op mijn foto klikken. Kijk, en ik vind het zo leuk dat we vandaag dus eigenlijk nu weer iets nieuws gaan leren. En die wafelmuts, kijk, dit is de echte wafelsteek. Die is echt heel mooi. Ik heb hem ook in het zwart gehaakt, maar ja, dat is natuurlijk heel lastig om misschien te filmen. Ik zal even kijken of je het goed kan zien zo. Maar ik heb hem ook in een ander kleurtje gehaakt. En ja, je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil. Dus ja, misschien een gangbare kleur, grijs of oker. En ik heb deze ook nog gehaakt. En ik heb de zwarte al opgezet. En hij is echt lekker. Het is echt een lekker bolletje wordt het. En de rand die heb ik apart uitgelegd. Maar dan gaan we gauw beginnen. En ik hoop dat je de hele film helemaal afkijkt. Want er zijn altijd nieuwe dingen die ik dan misschien nog op het laatst uitleg. En je kan de afspeelsnelheid langzamer zetten of sneller. Wat je wil. En dan gaan we gauw beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We hebben nodig om de wafelmuts te maken is haaknaald. Ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. Een centimeter. Een schaartje. Een steekmarker. Ik gebruik die clipjes. Ik zal de site waar ik deze heb besteld hieronder zetten. En een stopnaaldje en natuurlijk ook wol. En ja, je kan gewoon de royal gebruiken. En op de royal met één bol heb ik het precies gehaald. Hier zit 100 gram op en 241 meter. Ik heb het dus precies gehaald en ik zei haaknaald 5,5, dus hier staat ook op breinaald 4 tot 5 of haaknaald 4 tot 5. Dus, maar ik heb 5,5 gebruikt, omdat het ook de wafelsteek is. En hij moet natuurlijk ook echt lekker vallen, die wafelsteek. En kijk, dit is ook echt die, dit is de zwarte die ik gemaakt heb. En ik zal eventjes die andere kleur pakken. Momentje. Dan moet ik even de andere kleur pakken. Kijk. Hier komt de zeegroene. Kijk, die wafelsteek, die kenmerkt zich door reliëfstokjes. Dus reliëfstokjes voor en of gewone stokjes hier, want er is één toer gewone en één toer reliëfstokjes. En maar dat zijn dan de achterste reliëfstokjes en dan de voorste en dan weer de achterste. En hoe je dus deze muts haakt, die begin je vanuit de bovenkant. Dus vanuit het midden en dan gaan we zo met 8 toeren gaan we dus de meerdering erin maken. En als we de meerdering hebben gehad, kijk, dan kan je gewoon met de wafelsteek je muts zo lang haken als dat jij wil. En dan gaan we zo beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je kunt ook het patroon bestellen van de wafelmuts. Dat is echt wel handig om erbij te hebben, omdat het om reliëfstokjes gaat. Maar ik leg het zo goed mogelijk uit. En als je het patroon wil bestellen, mail dan naar iedereenkanhaken@hotmail.com of stuur een messenger berichtje. En dan kan jij ook die leuke muts gaan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik ga even alles wegleggen, zodat we lekker kunnen werken. Ik heb ook het patroon uitgeschreven. Ja, als je dat makkelijker vindt,
Daar ga ik nog even wat foto's bij zetten. En ik heb natuurlijk eventjes nog gekeken of alles klopt. En ja, het is wel makkelijk om met patroon te werken, maar we gaan het nu dus even uitleggen op de film op YouTube. Dus de Royal, daar beginnen we mee. Je haalt het ook maar net hoor met de muts. Dus als je zegt ja, ik neem het zekere voor het onzekere, pak dan 2 bollen. Maar met 1 bol gaat het ook lukken. Dus we maken een opzetlus. Je pakt je haaknaald, steekt erin. En we beginnen met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan sluiten we deze toer of deze ring eigenlijk, want dit is de bovenkant van de muts, met een halve vaste. En dan steek je in de eerste steek in en je haalt je draad op en je maakt een halve vaste. Kijk, dan is dit al de bovenkant van je muts. Even garen pakken en dan beginnen we met de eerste toer. Toer 1, haak 2 lossen en haak in de ring 12 stokjes en sluit de toer met een halve vaste. Nou, daar beginnen we dus mee. We beginnen de toer 1 met 2 lossen. En we gaan 12 stokjes in de opening zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 en dan sluiten we de toer hierboven. Het waren 2 lossen, 1, 2 en ik pak eigenlijk die eerste lus die ik zie van het eerste stokje, want dan sluit eigenlijk de toer heel mooi dicht met een halve vaste. Dus je haalt je draad op en je trekt hem door 2 lussen. En dan wordt hij echt mooi dicht. Dan krijg je echt ja, wat je even deze bij deze even kijken waar de toer begint. Ja, die kan je gewoon niet meer zien. Even kijken of ik het ergens zie. Ik denk dat het toch hier is. Ja, hier. Maar dat kan je bijna niet zien. Nee. Dus ik heb het zo opgelost door eigenlijk de toer 1 en alle toeren te sluiten bij de bovenste eerste stokje. Dus die opening die moet je hebben. En dan is dit toer 1 en dan zie ik je bij toer 2. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we beginnen toer 2 en ik pak even een ander kleurtje erbij zodat je goed het verschil ziet met ja, wat ik eigenlijk aan het doen ben, omdat het relief stokjes zijn. Maar we beginnen nu met toer 2 en toer 2 begin je ook met 2 lossen. Nou, ik pak gewoon even de draad op en gewoon normaal ga je met 1 kleur verder. Maar je begint toer 2 met 2
lossen. Oh, 1. 2. Dan zoek je je eerste stokje op. En daar ga je een voorste reliëfstokje van maken. Dus je slaat om en je gaat je stokje eigenlijk, je gaat voor je stokje steek je erin en dan ga je achter het stokje langs en dan haal je weer je draad op. En dit is een reliëfstokje. Dat is een voorste reliëfstokje. Eigenlijk begint iedere toer daarmee met het voorste reliëfstokje. Dan gaan we een stokje hier tussenin zetten, dus tussen eigenlijk na het eerste relief stokje aan de voorkant, daar zetten we een stokje in. Zie je, dan is dit je meerdering en toer 2 herhaalt zich elke keer, dus je pakt een relief stokje aan de voorkant en je gaat een extra stokje tussen de stokjes haken, dus je haakt relief stokje aan de voorkant, voorste relief stokje, en je gaat een stokje tussen die stokjes haken, een relief stokje aan de voorkant en een stokje tussen die stokjes, een relief stokje aan de voorkant en een stokje tussen de stokjes, een relief stokje aan de voorkant en een stokje tussen de stokjes. En zo ga je heel toer 2 af. Dan zie ik je op het einde hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Kijk, ik heb nu tot het einde doorgehaakt. Ik heb hier weer de reliëfstokje en een stokje gedaan. En dan komen we bij het laatste stokje. En dan ga ik weer een reliëfstokje van maken. En een laatste stokje tussen de stokjes in, of tussen het begin, kijk, dit is de begin 2 lossen en dan doen we deze toer weer sluiten hierboven op die eerste steek met een halve vaste, daar sluiten we de toer en dan was dit toer 2 en dan zie ik je bij toer 3, daar zie ik je weer terug, tot zo. We gaan nu aan toer 3 beginnen weer met het zeegroen, dus ik pak eventjes gewoon de draad op. We beginnen met 2 lossen. 1, 2. En we beginnen toer 3 met het voorste relief stokje, dus om het stokje heen een stokje maken. Dat is eigenlijk, dat is het. En in toer 3 ga je 2 stokjes in 1 steek haken. Dus deze steek, daar gaan we 2 stokjes in haken. Kijk, dan heb je 2 stokjes in 1 steek gehaakt. En we gaan om de reliëfstokjes weer een reliëfstokje maken. Dus toer 3 is niet anders dan 1 relief stokje en 2 stokjes in 1 steek, dat mag je niet vergeten, anders heb je de meerdering niet.
Dan pak je weer het reliëfstokje op. Dan maak je weer een reliëfstokje op. En dan gaan we weer 2 steken in 1 steek maken. 1, 2. Een reliëfstokje. Even mijn garen pakken. Zo. En 2 stokjes in 1 steek. Een reliëfstokje. En 2 stokjes in 1 steek. Zie je dat je dan hier die meerdering hebt gemaakt en dan toch gewoon op het reliëfstokje voor weer een reliëfstokje maken. Nou, dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de derde toer en ik heb hier dus nog een reliëfstokje voor gedaan en 2 stokjes in 1 steek en dan sluiten we de toer weer. Hierboven in deze steek, nou, er zijn die 2 losse. Ik pak toch die steek van het stokje en dan sluit ik de toer met een halve vaste. En dan gaan we weer met dit was het einde van toer 3 en dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu aan toer 4 beginnen met 2 lossen en dan moet ik even het andere kleurtje pakken. En nu gaan we de meerdering pakken door 2 voorste reliëfstokjes te maken en op die gewone stokjes gaan we achterste reliëfstokjes maken. Dus we beginnen met die voorste reliëfstok stokjes 1. 2. Zie je, dan is dit de meerdering en dan gaan we om elk gewoon stokje een reliëfstokje achter maken. Dus dan steek je van achter je werk in en je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af. Dus altijd even oefenen, maar je gaat van achter langs, je duwt je stokje naar achter en je pakt je draad weer op. En dan gaan we weer de meerdering doen, dus dit herhalen we 2 reliëfstokjes voor en 2 in 1 om 1 voorste reliëfstokje, een achterste reliëfstokje en weer 2. Om 1 stokje heen en een achterste reliëfstokje en nog een achterste de volgende. Twee voorste om 1 voorste reliëfstokje en een achterste reliëfstokje en de volgende een achterste reliëfstokje. Gaat het te snel? Zet alsjeblieft de afspeelsnelheid langzamer. Hier bovenop de foto of op de video staan 3 verticale puntjes en dan kan je de snelheid langzamer zetten. En zo maak je heel toer 4 af. Dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de vierde toer. En dan sluit, kijk, ik heb hier 2
reliëfstokjes voor gedaan en een reliëfstokje achter en nog een reliëfstokje achter. Ik moet zeggen, met twee kleuren is hij ook fantastisch leuk. Maar goed, we gaan, zijn nu bij het uitleggen en dat gaat dus. Nou, dan gaan we nu dus de toer sluiten en dan pak ik hier deze bovenste V en dan sluit ik netjes de toer met een halve vaste. En dan gaan we weer met zeegroen verder en dan pakken we nu even kijken toer 5. En toer 5 haak 1 voorste reliëfstokje en haak 1 stokje ertussen, dat is de meerdering. Haak 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande reliëfstokje en dan gewone stokjes haken. Maar goed, ik ga dit patroon nog makkelijker uitleggen, tenminste nog makkelijker uitschrijven. En dat kan je kopen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. En dan, ja, dan krijg je een berichtje hoe dat je het patroon kan bestellen. We beginnen dus met toer 5 met 2 lossen. 2. Ik heb even de draadjes eraan laten zitten. Zo. 2 lossen. En wat moesten we doen? Een voorste reliëfstokje om het voorste reliëfstokje. Kijk, hier zijn er 2 natuurlijk, want die hebben we net gemeerderd. En dan is het wel makkelijk als je met 2 kleuren werkt. Dan gaan we 1 stokje ertussen haken. Dus hier tussen 1 stokje. Dat is de meerdering. En dan weer 1 voorste reliëfstokje. Om dat tweede reliëfstokje. En dan gaan we 2. Even kijken, haak 1 stokje, 1 stokje, ja, dit zijn gewone stokjes nu. Nu gaan we gewoon 1 stokje haken en op het volgende stokje nog een stokje. Dus toer 5, een reliëfstokje op het vorige reliëfstokje, een gewoon stokje ertussen, dat is de meerdering. Een reliëfstokje en 2 gewone stokjes op het stokje. 1 reliëfstokje. 1 stokje ertussen. 1 reliëfstokje. En een stokje op een stokje. En nog een stokje op 1 stokje. En zo haak je heel toer 5 af. Wil je dus een steekmarker gebruiken, wat nu echt niet nodig is, want je ziet het echt wel, dan kan je zo'n clipje erop doen. Maar ik zie op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de 5e toer. En het was echt wel een fijne toer, want je gaat gewoon een reliëfstokje om een reliëfstokje, een extra stokje, dit is je meerdering, en nog een reliëfstokje en 2 gewone stokjes. En dan gaan we nu de toer sluiten in die bovenste V met een halve vaste. Dus je haalt lekker je draad erdoor. Oh, ik vind het zo leuk met 2 kleuren. Dat had ik eigenlijk eerder moeten weten. Maar misschien dat ik er nog wel een paar ga maken. Dan gaan we nu met toer 6 beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen toer 6. Toer 6, ik lees het even voor. Haak 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande reliëfstokje en dan haak 2 achter reliëfstokjes om het voorgaande stokje, dus 2 achterste en dan weer haak 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande
reliëfstokje en haak 1 achterste reliëfstokje. Haak 1 achterste reliëfstokje. Oh ja, nou, ik ga dit dadelijk nog beter uittypen zodat het iets duidelijker staat per toer. En we gaan aan toer 6 beginnen en die begint met 2 lossen. 2 lossen. Zo, de draad aantrekken en we beginnen dus met 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande reliëfstokje. Gewoon stapje voor stapje. Oh, nou neem ik per ongeluk de achterliggende draden mee. Je haalt het gewoon dan uit en je begint rustig opnieuw. Je slaat je draad om en je gaat achter je stokje langs en je maakt een voorste reliëfstokje. Dan haak 2 reliëfstokjes om het voorgaande stokje. Dus hier moet je 2 reliëfstokjes achterhaken. En dat is een beetje lastig, want ik heb het natuurlijk al getest. De ene gaat heel goed, dus die pak je als achterste reliëfstokje. Nou, even omslaan, achterste reliëfstokje. Maar nu moet je nog een keer een reliëfstokje maken. En omdat het heel lastig is, en heb ik al een paar keer geprobeerd, hoe moet ik dit nou van achter zo pakken? Dat kan wel hoor, maar ik vind het zo lastig dat ik zeg van nee, dit gaat gewoon zo niet. Dus de tweede die pak ik gewoon hier aan de achterkant. Ik draai mijn werk een beetje en dan haal ik om het stokje heen en pak mijn draad op en haal door 2 en haal door 2. Dus zo heb ik het mezelf aangeleerd. Dus dit is dus de meerdering van toer 6. En dan gaan we weer een voorste reliëfstokje maken om het voorgaande voorste reliëfstokje. Zie je? Dan heb je dus voorste reliëfstokje, 2 om het stokje heen en dan aan de achterkant. En dan doe je het zoals ik het eigenlijk net heb uitgelegd. En dan gaan we deze hier gaan we gewoon 2 achterste, ja, per stokje een achterste reliëfstokje maken. En de volgende. Zo, en dan wordt dit dus herhaald, deze reeks. Dus een voorste, 2 achterste op 1 stokje, een voorste en achterste, 1 achterste. Nou, dan gaan we dus de herhaling. 1 voorste, 2 achterste. Dit is 1. Dit is dus 1. En dan keer je werk en dan pak je je draad op en dan ga je om het stokje heen. En dan pak je de tweede. Dus dit is je meerdering. Dan weer een voorste. 1 achterste. 1 de volgende weer een achterste. Dus dit is toer 6. En die is, lijkt lastig, maar is gewoon even wennen dat je die meerdering om het achterste stokje 2 stokjes moet doen. Dus een voorste, 2 achterste om 1 stokje, een voorste, 1 achterste, 1 achterste. En dat is je herhaling van toer 6. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de zesde toer. Kijk, dat is echt leuk hoor, die voorste relief en 2 achterste op 1 voorste en een achterste en een achterste. En we sluiten toer 6 met een halve vaste in die bovenste steek. En je ziet dat je ook bijna die aanhechting zo met die nieuwe toer, die zie je ook helemaal niet meer. Kijk, en je gaat alleen maar meerdere nog steeds. Dus ja, dit was het einde van toer 6.
En dan gaan we met toer 7 gaan we weer verder. Dus wil je het patroon bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger, en dan krijg je ook bericht. Abonneren vind ik wel heel leuk, en iets onder de video zetten vind ik ook altijd heel erg leuk. En dan gaan we door met toer 7 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan verder met toer 7. Haak 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande reliëfstokje. Haak 2 stokjes, haak 1 voorste reliëfstokje om het voorgaande reliëfstokje en haak 2 stokjes. En dan herhaal je. We beginnen de toer weer met 2 losse. Dit betekent dat we toer 7, dat we daar niet meer in gaan meerderen. Dus we beginnen met 2 losse. Even aan het draadje trekken en we beginnen dus met een voorste reliëfstokje. En doordat we eigenlijk niet meer gaan meerderen, gaan we dadelijk ook echt die muts erin krijgen, hoor. Dan gaat die vanzelf daar krom trekken en dan krijg je ook echt een mooie wafelsteek. Maar we zijn dus begonnen met 2 losse en een reliëfstokje. En nu gewoon een stokje op een stokje en een stokje op een stokje en een relief stokje. Dus we meerderen niet meer. We gaan nu een stokje op een stokje, een stokje op een stokje. Zet de video langzamer, hoor, en een relief stokje. Dit is heel toer 7. Dus 2 losse, een reliëfstokje voor, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, een reliëfstokje, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje en een reliëfstokje. En zo ga je heel toer 7, ga je verder tot op het einde. En daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de 7e toer. Die sluiten we met een halve vaste. En we hebben hierin niet meer gemeerderd. Zie je? En we krijgen dadelijk echt ja, de bolling van de muts. En dan gaan we door naar toer 8. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan naar toer 8 en we beginnen met 2 losse. Het is heel slecht weer buiten, dus als je de wind hoort, dan weet je dat het slecht weer is. Ja, het is echt lekker om een tutorial te maken. Toer 8, we beginnen met 2 losse en we beginnen met een voorste relief stokje. En omdat we nu niet meer meerderen, gaan we nu natuurlijk die wafel erin weer maken en gaan we een achterste reliëfstokje maken. En op het volgende stokje ook weer een achterste reliëfstokje. En de volgende, dit is een voorste, dan gaan we een voorste reliëfstokje maken. Dit wordt toer 8, dus toer 8 is echt een achterste op het gewone stokje, nog een achterste en een voorste relief stokje. Dus je begint toer 8 met 2 losse, een voorste relief stokje, 1 achterste, 1 achterste relief stokje, voorste, weer een achterste, nog een achterste en een voorste relief stokje. En zo ga je door heel toer 8. Dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo.
We gaan toer 8 sluiten. In de bovenste haal je een draad op en je sluit met een halve vaste. En dan gaat toer 9, die gaat dus weer met gewone stokjes werken, zodat je nu ook echt de wafelsteek krijgt voor de wafelmuts. Dus toer 9, die is dadelijk hetzelfde, die ga ik niet meer voordoen, want die is hetzelfde als toer 7. En toer 8 is weer hetzelfde als toer 10. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Na toer 8 komt toer 9 en toer 9 is hetzelfde als toer 7. Dus dan kan je weer gewoon een reliëfstokje, een stokje, een gewoon stokje en een reliëfstokje doen. En bij toer 10 dan, ja, die ga ik ook niet voordoen, want dat is hetzelfde als toer 8. Dan ga je weer eigenlijk achterste reliëfstokjes maken, zoals we net deze toer hebben gedaan. Dan krijg je ook echte mandensteek. Dus ja, de toeren herhalen zich en dan krijg je deze hele leuke muts. En dan zal ik even kijken tot hoever eigenlijk hoeveel mandensteken. Dus dit is echt iedere keer toer 7, toer 8, toer 7, toer 8. Toer 8, toer 7, toer 8. Dat is echt de wafel, ja, de mandensteek of de wafelsteek, zo moet ik het zeggen. Dus dan krijg je echt die wafels erin. En dan zal ik even kijken na toer 8 hoeveel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nog 12 toeren voordat je aan de rand kan gaan haken. Dus ja, en dan hecht je gewoon af. Hoe ik deze rand heb gedaan, die zal ik in een andere video uitleggen. Je kan nog 12 toeren doorgaan. En totaal is de muts bij mij dan 20 centimeter. En dat is. Oh, er valt hier iets. totaal is de muts 20 centimeter en dat is 8 inch. Dus zo haak je je muts af en ik vond het echt, het is echt een hele leuke steek. En ja, hier in twee kleuren, dat kan ook, dat zie je wat je dan krijgt, dan krijg je ook echt heel leuk resultaat. Maar goed, je haakt dus gewoon nog door die toer 7 en toer 8 iedere keer en dan meerder je niet meer, dus dan krijg je echt ja, die hele leuke wafelsteek en een hele leuke muts. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken, graag abonneren, hier op mijn foto klikken en ja, de duimpjes omhoog en tot de volgende video. Tot ziens!